lieve Hans. Ik vind dat je moet weten hoe het met me gaat. Daarom schrijf ik je dit nu. Ik mag je een poos niet zien. Ik moet een tijdje bij Jack in de leer, zoals hij dat zo serieus zegt. Hij is erg goed voor me, maar niet goed zoals goedig. Zijn huis is groot en kaal. Jack houdt van naakt en eerlijk. Daarom heb ik mijn haar afgeschoren. In de flat moet alles op zijn plaats. Hij heeft een schema voor de dag voor me opgesteld. En daar moet ik me ook precies aan houden. Jack zegt, eerst van de drank af en een beetje discipline. Dan help ik je van je fobie af. Je zult het allemaal wel niet zo begrijpen. Maar volgens Jack is het een kwestie van wilskracht. En dat geloof ik zelf ook wel. Maar ik moet een beetje gedwongen worden daarin. En niet zoals jij dat deed, lieve schat. Met begrip en zo. Ik geloof dat het voor jou ook zo beter is. Als ik weer oké ben, dan kom ik bij je terug. Want Jack is maar tijdelijk. Dat heeft hij al gezegd. Veel liefs. En zorg goed voor jezelf. Eva. Kom maar door die deur open. Jack!